de gelegenheid voor Ajax om de wedstrijd in het slot te doen. Chani moet hem terugleggen. Chani legt hem terug over, laat de bal liggen. Maar dan is er nog een Ajax-ziet die het wel afmaakt. En daar is hij dan voor Ziyech. Oh, die bal schiet door en zit erin. Het is geen buitenspel, dus Ziyech scoort. Op wel heel merkwaardige wijze. Mooi gedaan. Dolberg heel soepel gevoetbald en een mooie paas ook. Goede snelheid, 1 tegen 1. Ziyech uitspelen naar de linker. Ziyech, oh, mooi gedaan zeg door Ajax. 22e minuut, Hakim Ziyech met zijn eerste Europese goal. Moeilijke bal op Dolberg die hem wel keurig teruglegt. Ziyech uit stand en die zit erin. Hakim Ziyech. Het zal een keer niet Hakim Ziyech zijn die zorgt voor opluchting in Amsterdam. Ziyech, Traoré, Younes helemaal vrij. Traoré zelf, goede passeerbeweging. En de goal! Hakim Ziyech, 2-0 voor Ajax. Geweldig voorbereid door Bertrand Traoré, die een moeilijke wedstrijd speelt, maar dit voortreffelijk doet. Ziyech tegen Pat. En Pat zit er wel aan, maar het is 2-0 voor Ajax. En hier is Ziyech. Ziyech met Sender, die durft niet zo heel veel meer. Oh, eruit te draaien, snel geschoten. 1 tegen 1 nu. Ziyech, Dolberg, daarachter Kluivert. Ziyech, ja, doet het zelf. Ja, dat kan ook. Een beetje via-via, maar de marge is weer 2. En Ziyech klopt zichzelf op het hart. Dat is geen buitenspel. En dus is Ziyech daar. En is het 1-0 voor Ajax. Ajax heeft meer gespeeld en een minder doelsaldo nog steeds. Maar daar wordt misschien wat verandering in aangebracht. Maar ja, Ziyech scoort ook. En maakt dan de 1-5. Younes. Terug nu richting Kluivert of Ziyech. En die jaagt hem binnen. Dan ligt hij inderdaad lekker voor zijn linker. Ziyech met de ruimte. Ziyech, verre hoek, 2-0 Ajax. Prachtig uitgespeeld. Huntelaar met het oog voor Kluivert. Kluivert, dit is goed gespeeld. Het is 2-0 voor Ajax. Prachtig uitgespeeld. En wat zal hij er extra blij mee zijn. Van een behoorlijke afstand. En raak! 3-1 in de 86e minuut. Deze rode waarschijnlijkheid, laatste mogelijkheid voor Ajax. Het is Ziyech die dan toch zorgt voor 3-1. Natuurlijk naar zijn linker, Hakim Ziyech. Zo, wat een streep zeg! Het is 3 tegen 3 als Ajax tempo maakt. Hakim Ziyech naar zijn linkerbeen. Ziyech kan het ook zelf! Oh jongen, wat een mooie goal! Wat een mooi doelpunt! Ziyech, deze is ook mooi. Deze is ook mooi. En zo is het 1-5. Ziyech versnelt en Ziyech scoort via de binnenkant van de paal. Is het 4-1. Daar ligt Vico wachtend geduldig aan de linkerkant. Ziyech scoort goal! Hakim Ziyech zet de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong. Hij is er nog altijd. Ziyech, Nieuwhei. Ja, zo heeft hij hem graag. Ziyech! Een slordige aanname van Ziekman. Die werkt zichzelf in de nesten. Want hier is Ajax met Ziyech. Ziyech heeft wat ruimte, gaat naar zijn linkerbeen. En in de korte hoek weet hij te scoren. Hakim Ziyech. 1-0 Ajax. Ziyech krijgt de bal. Midden weer bij toeval. Maar ook dan kan hij uithalen. En daar zit er meteen in. Hakim Ziyech, en wat toch een beetje zijn week is, met een razendsnelle voorsprong voor Ajax. Twee spelers van Fortuna naar de bal toe, dan is Ziyech vrij en maakt hij het wel af. Dat wat Eiting niet lukte, lukt Ziyech wel. En het staat 0-2. Ziyech. En dan is het Ziyech die het zelf afmaakt. Ja, die maakt er dan wel 4-0 van. Schöne, de Jong staat daar helemaal vrij.
zou het kunnen proberen. Haan redt. Ziyech. En dan is het 2-0. Een droge knal van Hakim Ziyech. Ziyech. Met Verdonk. Ziyech zonder Verdonk. En de 2-0 valt dan toch. In de 41ste minuut. De goal van Hakim Ziyech. Goed. Ziyech. Het schot. En dat treft dan wel doel. Mazraoui. En de kans in de goal. Het doelpunt voor Hakim Ziyech. Helemaal vrij daar. Ziyech. Uithalen maar. Hakim Ziyech. En 4-0. Dolberg zou kunnen. Het wordt Ziyech. Die kan weer gaan schieten. Hakim Ziyech. Daar is de hat-trick. 6-0. Verdonk gezien nu Van Beek. Hij is de eerste verdediger die tegenkomt uit de draag geschoten. Deze nog een keer. En het staat alweer gelijk. Het is 2-2. Ziyech. Over de muur. En in het doel. Hij verdient de vrije trap en maakt hem ook zelf op schitterende wijze. De Pogaskus laat zich vallen volgens de scheidsrechter. Neres. Ja, goal! 1-1. En Ziyech. Het is gelijk. Het is gelijk. En kijk eens hoe geëmotioneerd hij is. Tik verdiend. Hier gaat Ziyech. Vrije schietkant. Hakim Ziyech. En raak. 1-3. En dan is het verschil wel 2. Mazraoui. De licht staat hier nog. Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar. Dichtbij zijn doelpunt daar. Ziyech. Immers verdedigt niet lekker uit. En Ziyech maakt zijn tweede. 1-5. Het wordt pijnlijk voor ADO zo. En hier gaat hij erin. Het is 0-1 voor Ajax. Het is weer Ziyech. En meteen druk zetten van der Beek, waardoor Willem II niet rustig kan uitverdedigen. Tadić terug, Ziyech en dat is dan de 4-1. Hakim Ziyech, de 100ste goal van dit seizoen voor Ajax. Ziyech en de goal. Even deden ze het anders. Even speelde Tadić vanaf rechts en Ziyech vanaf links. En David Neres wordt meteen betrokken in dit feestje. Donny van der Beek, Tadić, Ziyech wijst, Ziyech schiet, goal! 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 Hakim Ziyech! Turbo zit er aardig op bij de linksback, dan is Neres toch mee. Daar is Neres, daar is Van der Beek, daar is Ziyech en daar is het doelpunt. Dat is zeer vrij uitgespeeld. Met dank aan Tagliafico de 2-0 voor Ajax. Ziyech. Tegenstoot van Ajax. Met Tadić. En dan Ziyech, het schot en dat gaat dan binnen. In de 44ste minuut. Tadić kort weggedraaid, twee man het bos in, Ziyech, die gaat naar binnen lopen, het is 2-0 voor Ajax. Ziyech staat te wachten en die volleert dan Fai de 4-0 binnen. Parejo. Maar ja, hij is al 30. Frenkie de Jong. 9 jaar jonger. Hier is een geweldige goal van Ziyech. Sillissen verrast. Ziyech haalt uit. Ruimte daar voor Quincy Promes. Karsdorp staat echt te slapen. Tadić. Tadić, kans Ajax. En Vermeer niet voldoende. Zo is het al heel snel 1-0. Hakim Ziyech. Labiat. Tadić legt klaar. En daar moet hij erin. En hij zit erin. Ziyech, 1-36. Ziyech. Even het shirtje gehouden door Meijers. Prachtig neergelegd. De voorsprong is er voor Ajax in de 15e minuut. Wat Meijers ook probeerde.